Goedemiddag iedereen en welkom bij de derde sessie van Boost vandaag. Deze keer gaan we het hebben over Adobe XD. En meer specifiek ga ik jullie trachten te overtuigen waarom dat Adobe XD zo'n schitterende tool is om digitale output mee te gaan creëren. Nu, XD voor de mensen die daar al een keer mee gewerkt hebben of die daar weet van hebben. Adobe XD is of werd origineel uitgebracht als een UX UI design applicatie. Maar de laatste jaren, of ja, dat is misschien iets te genereus gezien dat de applicatie nog maar 3, 4 jaar bestaat. We merken nu toch dat daar nog veel meer andere dingen in gemaakt worden dan websites eigenlijk. Een klein bewijs daarvan ga ik u eventjes laten zien. Als we een nieuw document aanmaken in XD, dan ga je zien dat je hier centraal bij de presets een onderdeel hebt met social media sizes. Dus op de een of andere manier weten ze wel bij Adobe dat er meer mee gemaakt wordt dan puur websites of apps natuurlijk. Goed. Daarom, nu, voor mijzelf ook, doorheen de jaren, ik geef al wat jaartjes les, velen van jullie zullen dat wel weten, en wij hebben iets wat ik zelf toch graag de heilige drievuldigheid noem, dat is Photoshop, InDesign, Illustrator als combo. En ik merk ook in de praktijk tijdens opleidingen, er zijn nog heel veel mensen die zeer InDesign-oriented zijn, die heel veel zaken met InDesign maken, interactieve pdf's, maar zelfs websites daarin gaan ontwerpen en ook heel veel ja, stuff voor het internet gaan maken, banners en dergelijke. En in mijn opinie, ja, ik vind persoonlijk InDesign is daar niet de aangewezen applicatie voor. Nu, met de komst van XD heeft eigenlijk XD op dat gebied voor mij die rol vervuld dat InDesign vroeger deed. En mijn power combo nu voor alles wat dat digitale output is, is nu eigenlijk Illustrator Photoshop XD geworden met XD als centraal component. Waarom met XD gaan werken? Ga ik er eventjes gaan kijken, want dit is niet de file waar mijn presentatie in zat. Dat begint hier al goed. Ik ga even kijken naar mijn files en die staat hier. Alright. Ik ga die eventjes laten openen. En dan ga ik jullie een preview tonen. Goed. Adobe XD, zoals dat je kunt zien, ik heb daar nu een presentatie in gemaakt voor jullie. En ik ga daar eventjes doorgaan. Waarom Adobe XD? Adobe XD is supersnel en gemakkelijk in gebruik. Het is een heel jonge applicatie, dus de features zijn nog niet zo talrijk als dat we die vinden bij Illustrator, InDesign of Photoshop. Dat zijn applicaties met al een hele geschiedenis achter zich. En ja, die kunnen nogal overweldigend zijn als je daarmee aan de slag gaat. Maar Adobe XD is zeer eenvoudig. Je ziet hier de toolbox staan bijvoorbeeld. Zeer beperkt in tools, dus dat valt goed mee om daarmee aan de slag te gaan. Snel en gemakkelijk. Het is ook een applicatie die geconnecteerd is. En wat bedoel ik met geconnecteerd? Er is een zeer goede integratie enerzijds met Creative Cloud Libraries. Voor degenen die daar nog niet mee aan de slag zijn, kijk zeker een keer naar ons YouTube-kanaal. We hebben daar een aantal leuke video's over Creative Cloud Libraries. En die zijn uiteraard ook in Adobe XD geïntegreerd en kun je mee aan de slag gaan. Maar dan niet alleen, XD heeft ook een heel speciaal systeem waarbij dat je verschillende XD-files aan elkaar kunt gaan koppelen en zo bepaalde middelen, kleuren en design assets kunt gaan sharen tussen verschillende Adobe XD-files. Adobe XD-files die worden ook default in de cloud opgeslaan. Je moet al moeite doen om ze lokaal op te slaan. Dat gaat dan via het file menu hier. En dan moet je specifiek gaan vragen om je een XD-file als een lokaal document op te slaan. Doe je dat niet, dan staat die gewoon onmiddellijk in de cloud. Nu, waarom is dat belangrijk dat die in de cloud staat? Omdat er heel wat sharing functies mogelijk zijn.
En omdat we ook kunnen gaan samenwerken met andere mensen in XD. En samenwerken, dat is niet zoals in Illustrator en Photoshop. We hebben daar straks de collaboratiemogelijkheden gezien in de sessie van Elke, waarbij dat we mensen kunnen uitnodigen in onze files. Maar hier hebben we het over real-time collaboratie. Dus 2, 3, 4, 5, 6 mensen kunnen tegelijkertijd dezelfde XD-file openstaan hebben. Je ziet elkaars cursor en je kunt gewoon gelijktijdig werken in een file. Dat kan misschien lijken als een kleine nachtmerrie, maar voor webdevelopment of webdesign beter gezegd, makes sense. En ook voor social media kan dat zeer handig zijn als je moet gaan samenwerken met anderen, met marketeers, met mensen in communicatie of met andere designers. Dan is dat gemakkelijk om allemaal zicht te hebben op dezelfde file natuurlijk. Nog één dingetje mee te geven over Adobe XD. Geloof het of niet, maar XD is gratis. Dat is al zo sinds begin 2019, denk ik. Correct me if I'm wrong, Jensie, maar ik Het zal denk dat zoiets het zijn. toen ongeveer was dat de Adobe een keer zijn gulle kant liet zien en zei van: hallo wereld, hier is Adobe XD gratis en voor niets. Dat was wel een ballsy move, om het zo te zeggen, omdat ze ja, natuurlijk die markt wilden gaan bereiken van UX en UI-designers. Wat moet je dan doen om XD te kunnen gaan gebruiken? Gewoon naar de website van Adobe gaan, een gratis Adobe ID aanmaken en nadien kun je XD installeren. Eén beperking op die gratis versie: je kunt maar één project in de cloud zetten en samenwerken met andere mensen op dat project. Bij de betalende versie is dat uiteraard unlimited, kunnen zoveel projecten in de cloud hebben. Maar ik spreek met dit aspect vooral richting marketeers en mensen in communicatie die heel vaak niet over een betalend abonnement voor Adobe beschikken. En dan is dat wel mooi meegenomen dat je dat ook gratis kunt installeren, natuurlijk. Alright, tof van de jongens bij Adobe. Laten we nu een keer gaan kijken waarom dat ik zo graag met XD werk. En ik ga die voorvertoning hier afsluiten. Jullie konden dus zien dat deze presentatie, inclusief de animaties die daarin zaten, die zijn eigenlijk allemaal gewoon gemaakt in Adobe XD. Dus presentaties maken met XD? Check. Goed, ik ga deze file achterwege laten en dan start ik in de file die jullie ook hebben kunnen downloaden. En ik ga beginnen met het eerste onderdeeltje hier. En we gaan een aantal basics een keer gaan bekijken in Adobe XD. Basics. Eventjes de interface gaan duiden. Uiteraard een application frame. Die interface ziet er anders uit dan de klassieke Adobe-applicaties. Het is ook een nieuwe generatie applicatie. Dit meer in lijn met Dimension en Lightroom qua interface look dan met de andere applicaties. Goed. We hebben hier bovenaan een soort van control bar of de program bar met daarin drie onderdelen: design, prototype en share. Prototyping, dat zal niet voor vandaag zijn. Sharing, dat ga ik wel nog een keer tonen aan het einde van mijn sessie. Maar we blijven voorlopig een lange tijd in design modus vertoeven, natuurlijk. In design modus zien we aan de linkerkant de toolbar, waar dat we die verwachten. Zoals andere Adobe-applicaties is deze, in tegenstelling tot, beter gezegd, is deze interface niet modulair. We spreken hier niet van panelen die je kunt losslepen en plaatsen waar dat je ze wilt. Alles zit vastgedokt in die interface. Nu, de tools aan de linkerkant, die zijn pretty straightforward. We hebben daar een selectiegereedschap. We hebben een rechthoekgereedschap om rechthoeken te gaan tekenen, uiteraard. Ellipse tool, een polygon tool. Polygon, dat ziet er een driehoek tool uit, maar mits gebruik van de pijltjes toetsen, kunnen we daar natuurlijk veel hoeken van gaan maken. Hop. Even terug naar hier. We hebben ook een line tool, hop, waar we lijnen mee kunnen tekenen. En mag nooit ontbreken natuurlijk de Bezier tool of de Pentool, onze beste vriend in alle tekenapplicaties uiteraard. Verder hebben we nog een type tool, een artboard tool en een zoom tool. Nu, die zoom tool die gebruik ik zelden of nooit, omdat zoomen en pannen in XD
identiek is aan het gebruik in InDesign, Photoshop, Illustrator en andere Adobe-applicaties. Ik zeg het graag een keer voor een groter publiek, maar het is het eerste dat ik ooit heb geleerd op school. Leraar zei tegen ons: dit hand, leg dat op je spatiebalk en uw command-toets of de control als je op PC werkt. Want ten allen tijde zit onder uw spatiebalk het handje verstopt, waarmee dat je kunt gaan pennen. En als je daar de commando nog eens bij indrukt, dan heb je de zoomtool. Combineer je daar nog een keer option bij, het is een beetje pianospelen, dan kun je gaan beginnen uitzoomen natuurlijk. Dus dat is identiek aan andere Adobe-applicaties. Iedereen voelt zich meteen thuis in XD. Goed, de artboard-tool die komt nog aan bod later en de type-tool uiteraard ook. Nu, iets wat aan mij in de beginmaanden dat ik met XD werkte heel vaak ontglipte, was daar helemaal links onderaan hier hebben we nog drie icoontjes staan: libraries, layers en plugins. En ja, die ontglipte mij. Dat is muscle memory, denk ik. 20 jaar met Adobe-applicaties werken en daar heeft nooit iets gestaan in geen enkel van die applicaties. Nu moet je plots op die linkeronderhoek leren letten, want daar vinden we namelijk onze libraries en niet alleen de libraries. Je kunt zien als je hierop klikt dat dus dat linkerpaneel, het assets-paneel, open en toe gaat. Vanuit het assets-paneel bovenaan kunt je naar al uw Creative Cloud libraries gaan. Helemaal bovenaan hier zie je document assets staan. Dat zijn de assets die gebonden zijn aan uw XD-file. Die heeft zo eigenlijk een beetje zijn eigen library waarin dat je spullen kunt gaan zetten. Dus CC-libraries zitten op een hoger niveau. Dat zijn dingen die gedeeld zijn tussen al uw Adobe-applicaties. Document assets zijn lokaal voor uw XD-file, maar kunnen, zoals ik daar straks zei, gekoppeld worden aan andere XD-files als je dat wilt. Layerspaneel is eigenlijk twee panelen in één voor de mensen die graag met Illustrator werken. Het is zowel het artboardspaneel als het layerspaneel tegelijkertijd. En dan de plugins, daar ga ik er eentje van tonen. Er zijn honderden plugins en mijn uitzending duurt maar 50 minuten. Dus dat is iets te weinig tijd om honderden plugins te overlopen. Goed, ik ga die hier terugschakelen op de libraries of ja, op de libraries of het assetspaneel beter gezegd. Maar ik ga eerst eventjes naar de rechterzijde waar we een propertiespaneel vinden of een eigenschappenpaneel. Dat gaat veranderen naar gelang dat je dingen gaat gaan selecteren uiteraard. Dus als ik hier eventjes met de move tool tekst selecteer, dan krijg ik hier uiteraard een hoop tekstopties aan de rechterkant. Ga ik een shape gaan selecteren. Ik heb nu per toeval die polygoon hier geselecteerd, dan zien we dat we daar ook gewoon heel fijntjes kunnen ingeven hoeveel zijden dat ding moet hebben. Of ik afgeronde hoeken wil hebben, bijvoorbeeld. Hop. En of daar een star inset moet zijn, al dan niet. Kunnen we ook sterren gaan maken? Mag natuurlijk niet ontbreken in geen enkele Adobe-applicatie, niet waar? Een sterteken toe. Essentieel. Goed. Dus propertiespaneel aan de rechterkant om alle vormgeving van geselecteerde elementen te gaan bepalen. Ik ga hier ook eventjes een artboard gewoon selecteren. Dan zie je aan de rechterkant dat we daar de size van kunnen instellen. Er zijn scrolling opties, die zijn eerder relevant voor echt wel UX/UI design. Maar dan vooral ook appearance dat we hier hebben. En ik ga daar eventjes mee starten op mijn key visual pagina. Goed, ik heb hier ook wel wat materiaal voor jullie voorzien. Ik ga even een nieuw Finder-venster erbij halen. Ik ga hier nog iets deleten. Goed, en ik ga hier eventjes kijken in de images die ik heb. Goed, hier hebben we product shots. Voilà, ik ga die erbij halen. Goed, let's talk about
Color. Ik heb hier een artboard staan, die Key Visual. Ik ga dat artboard selecteren, simpelweg door op de naam te klikken bovenaan. Als je daarop dubbel klikt, kun je dat artboard van naam veranderen. Niet onbelangrijk voor het exporteren van uw artboards, dan krijgen ze uiteraard die naam mee. Maar je ziet hier al onmiddellijk zeer intuïtief gewoon dubbel klikken op die naam en dat gaat veranderen. Je zou dat via je layers kunnen doen, maar je kunt gewoon rechtstreeks hier bovenaan gaan doen. Nu, ik wil daar een kleurtje voor gaan kiezen. En als ik hier aan de rechterkant bij Appearance op Fill klik, dan krijg ik heel netjes een color picker. We zien ook dat de hex value automatisch eigenlijk geselecteerd is. Nu, ik herinner mij van daarstraks dat Elke iets opmerkte over het kopiëren van een hex value dat heel snel ging en ze wist niet meteen waarom dat dan nuttig was. Maar hier zie je het al, je kunt die hex value dus uit je CC-library gewoon kopiëren en dan onmiddellijk hierin plakken voor gebruik in XD. Dus kleurtjes kiezen, dat is niks nieuw voor jullie natuurlijk. Dus we kunnen hier netjes gaan kiezen, maar ik ga een stapje verder gaan. Ik heb hier een mooi roos kleurtje nodig, dus ik ga een van die donuts in beeld slepen. En dan ga ik u eventjes al een keer het volgende tonen. Als ik nu mijn artboard selecteer, dan gaan we hier zien in de fill dat we een eyedropper hebben. Of een color picker, een eyedropper eerder. En daarmee kan ik uiteraard gewoon uit mijn beeld een kleur gaan kiezen. Maar wat dan meer is, en dat vind ik al redelijk cool aan die eyedropper eigenlijk van XD, is dat die eigenlijk overal werkt. Dus ik kan dat zelfs uit mijn bureau. Ik kan een website naast XD openzetten en ik kan gewoon kleurtjes gaan pikken uit een website dat ik heb opengezet, uit een afbeelding dat ik mooi vind. Maakt niet uit, je kunt gewoon van overal op je computerscherm gaan color pikken. Dus dat is al zeer handig natuurlijk. Eentje die mij in het begin ook wel een keer ontsnapt, is hier bovenaan in het fill color paneeltje. Bovenaan staat er hier Solid Color. En dat staat daar zo klein dat je het heel gemakkelijk over het hoofd ziet. Dat is waar dat we moeten zijn als we gradients willen gaan gebruiken. En ik ga nu gaan voor een radial gradient. Goed, ik ga hier een keer zoeken naar mooie kleurtjes. Ik wil een zeer licht rozig voor het center. Dat lijkt mij hier wel iets goed te zijn. Dan ga ik voor de donkere kleur ook een donkerder roos gaan kiezen. Ik denk dit. Oeh, dat is te rood. Mag toch wat meer roos zijn. Dat lijkt mij beter. Alright, prima. Goed, ik ga eventjes die afbeelding aan de kant zetten. Dus mijn vulling. Dit wil ik nog wel eventjes tonen. Als je dat paneel openklikt, krijg je effectief wel je gradient opties. Kun je die groter, kleiner gaan maken als je dat wilt. De ronding daarvan gaan bepalen en idem met de linear gradients natuurlijk. Goed, dit is al de eerste keer nu dat ik terug ga gaan naar het Document Assets paneel aan de linkerzijde en ik kan het niet genoeg benadrukken, maar dit is een essentieel paneel als je de snelheid uit XD wilt halen die XD ook te bieden heeft. Nu, dat Assets paneel, dat is eigenlijk een combo van het Swatches paneel, Character Styles paneel en Components zou je wat kunnen vergelijken met symbols uit Illustrator. Goed, maar ik ga starten met kleuren. Dus ik hou mijn Key Visual Artboard geselecteerd. Nu, we zien er hier al een aantal staan. Ik zal die eventjes wegdoen. Delete, hop. En nu ga ik gewoon hier op dat plusje klikken en die voegt die kleur toe. Ik heb onlangs zelf nog iets grappig ontdekt hier. Ik ga daar die Snowstorm Donut een keer op dit artboard zetten. Ik selecteer dit artboard. Ik klik nu op dat plusje. En hij geeft enkel het wit. De vorige keer pakte hij alle kleuren uit die afbeelding en nu doet hij dat dus niet. Ja, dat is omdat dat een afbeelding is. Never mind. Terug naar dit artboard. Dus ik heb die kleur hier nu opgeslaan. Zoals ik zei, vervult dat de functie van een swatchespaneel. Nu, als ik die kleur ook wil toepassen op andere artboards, kan ik zeer eenvoudig die allemaal selecteren. Ik klik die aan en al die artboards krijgen gewoonweg die vulling.
In welke zin is dat nu een swatchespaneel? Ik kan hier rechtermuis klikken op mijn swatch. Ik kan zeggen edit. En dan kan ik eigenlijk opnieuw die kleur hier gaan aanpassen. En je ziet dan netjes overal mee wijzigen op al mijn andere artboards tegelijk. In termen van snelheid kan dit natuurlijk wel tellen, nietwaar? Goed. Dus dat was een goede kleur dat ik hier gekozen heb. Alright, let's continue. Goed, en dus voor kleurtjes, dat werkt echt heel gemakkelijk om die op deze manier te gaan toevoegen. Let's work with some text now. Goed, werken met tekst is uiteraard essentieel in communicatie. Niet alleen een beeld zegt misschien wel meer dan 1000 woorden, maar tekst kan ook wel iets zeggen natuurlijk. Dus ik ga de type tool erbij nemen. Nu, ik had al uit de reflex gewoon op de letter T getikt. Dat is de sneltoets om de type tool te activeren. Als je die sneltoetsen graag wilt leren, dan moet je gewoon een keer boven je tool hoveren en dan komt die shortcut erbij tussen haakjes. Dat vond ik ook wel wat wennen in het begin. Bijvoorbeeld de Rectangle Tool is de letter R, terwijl dat in andere Adobe-applicaties de M is. Ook Ellipse is hier, ja, dat is wel met de E. En dan de Polygon Tool is de I, als ik me niet vergis. Line Tool zal L zijn en de P voor Pen Tool. Dus eigenlijk pretty straightforward gekozen natuurlijk. Goed, ik heb mijn type tool. Ik ga wat inzoomen. Ik ga mijn beeld hier terug maximaliseren voor jullie. En ik ga hier gewoon al een keer klikken in het center van mijn artboard. Ik zie al onmiddellijk dat dat hier een fill color heeft meegekregen. Ik ga dat even op zwart zetten, zodat dat lekker duidelijk is. En dan een keer enteren. En ik ga hier typen yummy donuts. Right. Zijn er daar mensen thuis die al zin hebben gekregen in donuts vandaag? We hebben er een aantal opgegeten deze middag. Right. Goed, tekst. Ik heb hier tekst getypt. Tekst, dat is zo'n klein beetje anders dan in andere Adobe-applicaties. Standaard typte iets wat we point type zouden kunnen noemen. Je ziet hier een bolletje onderaan waarmee dat je heel eenvoudig je tekst groter en kleiner kunt gaan maken. We kunnen ook hier aan de rechterkant switchen naar fixed size en dan krijgen we een tekstframe zoals dat we dat kennen uit InDesign bijvoorbeeld of Photoshop Illustrator als je klikt en sleept. Dus dan krijgen we een tekstframe. En de tekst zelf gaat niet resizen hierin, maar ik ga het houden bij point type. Verder hebben wij nog aan de rechterkant hier redelijk klassieke tekstopties om in all caps te gaan zetten, in lowercase te gaan zetten. Dat is wel nog een grappige, dat we hier een knopje hebben voor lowercase. Goed. Ja, het valt mij ook in één keer op. Jensie ging ook in één keer van. Een lowercase knopje, tof. Zie je, in XD doen ze alles zo net klein beetje beter soms. Goed, dus tekst groter, kleiner maken, dat is allemaal geen rocket science natuurlijk. Dus we kunnen dat gemakkelijk gaan resizen. Iets wat ik ook, dat is een van mijn favoriete plugins in XD. We zien hier een mooie opsomming eigenlijk van allemaal verschillende groottes van tekst. Heel gemakkelijk als je een stylesheet wilt gaan bouwen met verschillende lettergroottes. Nu, ik ga eventjes dit wegdoen. Ik ga mijn artboard sandbox selecteren. En ik heb in mijn plugins een plugin zitten en die noemt Typist. Nu, Typist is een plugin waarin dat je kunt zeggen: oké, ik wil beginnen vanaf een basis body size 24. Ik wil dat je de golden ratio gebruikt om te verhogen voor de titels. En ik wil eigenlijk 3 headings hebben. Ik ga hier zeggen submit. En die genereert eigenlijk een hele reeks tekst voor mij in opbouwende volgorde. Dus en elke grootte hier is maal de golden ratio en gaat zo'n stapje omhoog. Nadien kun je hier heel eenvoudig gaan zeggen: kijk, voor al mijn titels hier wil ik het font Hegante gaan gebruiken. Dan en voor de rest van mijn tekst, waar zullen we een keer mee gaan werken? Heb ik Bebas? Yes. Dat matcht niet echt goed. Ik zal misschien een keer voor een univers. Heb ik niet. Oké, we gaan toch met Bebas.
Oké, de kleurtjes aanpassen. Ik ga terug naar mijn assetspaneel aan de linkerkant. En misschien moet ik hiervoor een ietsje donkerder roze gaan kiezen. Dus ik ga dat al samplen en dan ga ik hier gewoon naar een donkerder kleur gaan. Ongeveer zoiets, zodat dat goed opgeeft bij de rest van de tekst. Deze tekst ga ik voorlopig zwart houden. Nou, check this out. Dit vind ik super cool. Voor de mensen die vaak in InDesign werken, werken met stijl, heel tof. Maar daar kruipt wat werk in natuurlijk. Hier kan ik gewoon simpelweg al die tekst gaan selecteren. Ik heb hier in mijn document Assets Character Styles. Ik klik op plus. Boom. En ik heb direct 7 character styles aangemaakt voor gebruik in mijn document. Nice and easy. Die werken zoals stijlen in andere applicaties. Je kunt die rechtermuis klikken, je kunt die gaan editeren en dan zal dat ook overal in je document geüpdate worden, uiteraard. Oké, ik ga een titelkaartje voor mijn donut maken, want ik wil straks met jullie een carousel voor Facebook of een aantal afbeeldingen voor Facebook gaan maken voor een carousel. En dat gaan uiteraard donuts zijn en de naam mag daar elke keer bij komen. Dus ik ga hier in mijn sandbox blijven. Eigenlijk alles wat dat hier nu staat, dat heb ik niet echt meer nodig. Mijn stijlen zijn gemaakt. En ik ga hierop gaan starten. Oké, maakt niet echt uit op welk artboard dat ik start, maar ik kan hier gaan tekenen. Goed, ik wil een soort van plakkaatje waar dat de naam van mijn donut op komt. Ik ga eerst dat plakkaatje tekenen. Daar wel nog wat coole dingen te tonen. Dus ik ga een soort van wolk met bubbels gaan tekenen, die als drager zal fungeren voor mijn tekst. Hop, hier gewoon wat bolletjes tekenen. Zo, zo, zo. Goed, en misschien hier nog eentje en dan ben ik al gelukkig. Right, dan moet nu nog een wolkje worden natuurlijk. Dus van aaneengesloten elementen. En ik hoor sommige mensen al denken, Pathfinder. Yes, we gaan Pathfinderen. Nu, die functie zit uiteraard ook hier in XD, of een gelijkaardige functie zit daarin. Ik selecteer al die objecten tezamen en hier rechtsboven vinden we de optie om te gaan Pathfinderen in a way. Goed, ik klik hier op Add. Dat wordt nu één uniform element. Ik kan u dat bewijzen, want ik kan daar één vulling aan geven. En vooral als ik de border hier nu ga opdrijven, ga je zien dat dat eigenlijk één contour is voor de volledige shape. Maar, en dit is ook weer zoiets aan XD dat ik echt super cool vind. Als ik hierop ga doorklikken, een gepathfinderd element in XD is eigenlijk een soort van groep. En als ik hier gewoon in ga doorklikken, het drill-down-principe van groepen in InDesign en Illustrator, ik dubbelklik hierop en dan zie je plots dat ik eigenlijk nog al die sub-elementen gewoon kan gaan selecteren hierin. Ik kan die nog gaan vergroten, verkleinen, kan daar nog mee doen wat ik wil. Uiteraard, invulling van kleur, dat is een ander verhaal. En dan gaat hij nog altijd als één element gaan reageren. Maar ik vind dat echt een supercoole eigenschap, dat je dat gewoon zo nog kunt gaan bewerken uiteindelijk. Ik ga die border uitzetten, ik wil enkel het wolkje. Ik heb hier nu wat tekst nodig en ik ga een keer spieken. Ik heb hier een tropical thunder donut, dus ik ga die naam ingeven, Tropical Thunder. Voilà, dat wordt mijn naam op het plakkaatje. Ik ga die nog wat gaan upscalen. Hop, hop, hop. Zo. Goed, misschien ietsje kleiner. Ik ga daar niet te gek mee gaan doen deze keer. Voilà. Die twee ga ik nu samen gaan selecteren en ik ga daar een groepje van maken. Nu, ene keer gegroepeerd, nog zo'n nifty feature van XD is de padding-functie die ik nu ga inschakelen. Die is speciaal ontworpen voor groepen. En wat doet dat? Die gaat ervoor zorgen dat het dragende element eigenlijk automatisch mee zal gaan resizen met het bovenliggende element. Dus ik heb hier de wolk en de tekst. Tekst is het bovenliggende element. En je ziet al als ik mijn cursor hier in die afstanden zet.
dat je eigenlijk die afstanden gehighlight ziet. Nu, dat is prima zoals dat is. Ik ga hier even een duplicaatje van maken. Ik heb hier ook nog een andere donut nutcase. Hop. Nu, dat ziet er inderdaad eventjes raar uit, omdat dat natuurlijk rescaled. Maar zoals dat ik zei daar straks, drill down principe. Ik kan daar eigenlijk nog altijd gaan induiken als ik dat wil. En die elementen gaan aanpassen naar wens. Ik ga die nu even zo gaan resizen. Ik ga daar misschien wat meer tijd voor nodig hebben, natuurlijk. Maar hop. Toch wel mooi meegenomen. Goed. Dus we zagen dat automatische resizen werkt ietsje beter met reguliere vormen dan met al die cirkels dat ik heb getekend. Maar toch wel een handige functie. Goed, ik ga dit element aan de kant zetten. Ik ga daar even een kopietje van maken. Ik ga dat hier houden en ik ga jullie al een eerste keer een component gaan tonen in XD. Een component, dat zijn die symbols dat ik daar straks eigenlijk naar verwees, maar we noemen dat geen symbols in XD, dat zijn components. Nu, ik hou mijn element hier geselecteerd. Ik klik op dat plusje en ik krijg hier een nieuw component. En ik ga dat name card noemen. Voilà. Goed, nu zo'n component is eigenlijk een speciaal element. Ik kan dat hergebruiken doorheen mijn design. En ik ga die misschien al eventjes hier op mijn carousel zetten. Woep. Kleine verspringing. Hier had ik beter wat rekening mee gehouden, want ik weet dat rescalen achteraf soms tricky kan zijn. Het is niet echt in verhouding gedaan. Alright, ik ga dat hier ook nog een keer zetten. Ik ga dat hier ook nog eens zetten. Dus ik heb nu zo'n component. Een component dat heeft een principe van een parent en children. De parent, dat is het originele component dat ik gemaakt heb. En ik kan eigenlijk op elk component rechtermuis klikken en zeggen edit main component. En XD brengt u daar naartoe. Nu, ik ga die elementen hier in de achtergrond eventjes wat lichtjes aanpassen van kleur. Dus ik ga dat toch ook een licht roze maken. En ik wil eigenlijk dat die een drop shadow heeft. Ik ga hier voor 12, 12 en misschien 20, zodat dat wat meer uitwaaiert. En als kleur wil ik hier ook een donkerder roze hebben. Oké, nice. Allemaal aangepast op dit component. Gaan we een keer gaan kijken naar onze andere artboards. En uiteraard, daar is dat ook overal mee gewijzigd. Dus dat is de whole point van werken met components. Dat zijn herbruikbare elementen die met de parent zullen mee geüpdate worden en mee veranderen. Maar wat dat er nog zo speciaal is aan die components, is dat die overrides kunnen hebben. Bijvoorbeeld de tekst dat hierin staat. Ik kan die hier gewoon gaan selecteren. Ik ga deze nu Pink Madness noemen. Ik ga hierin gaan duiken. Ik ga die Lemon Swirl gaan noemen. Voilà. En ik kan dus die tekst gewoon aanpassen, maar die elementen zullen nog steeds mee updaten. Als ik hier terug induik. Hop. En ik ga hier zorgen voor een extreme fill een keer, zodat dat duidelijk is. Even keihard fluo groen gaan. Ja, dat pikt aan de ogen, hè, mensen. Maar het is maar om even te duiden, ik zal snel commando Z doen. Commando Z, niet onbelangrijk ook in XD. Hoppa. Dus maar je ziet dat overal mee updaten. Maar ik zie nog altijd even groen bij Ja, mij. nee, het is nog groen. Het is nog groen. Ja, lichtgroen. Huisje, misschien. Ah, nu is het beter. Goed, dus componenten, niet onbelangrijk, dat zijn herbruikbare elementen die doorheen heel uw design zullen gaan updaten. En dus super handig als je hier logo's en dergelijke in gaat gaan zetten, kun je logo op één plaats updaten en het zal overal geüpdate worden. Beetje vergelijkbaar met die smart objects uit de sessie van Jensie eigenlijk in Photoshop. Kun je het daar een beetje mee gaan vergelijken, maar dan weer met dat extra laagje erbovenop dat je lokaal aan instances edits kunt gaan doen. Dus best wel leuk om mee te gaan werken. Alright. Goed, ik hoop dat die components zo een beetje duidelijk zijn. Dat die character styles een beetje duidelijk zijn. Misschien rocket science mensen, ook die color swatches. Maar ik zeg het nog een keer: document assets paneel.
Gaat er onmiddellijk mee aan de slag. Negeert dat ding niet, want je verliest een groot deel van de efficiëntie en snelheid van werken in Adobe XD natuurlijk. Alright, ik ga die namecards hier eventjes weghalen en ik ga een keer vers beginnen hier met dat gekopieerde element. Nu, waarom ga ik met dit element aan de slag? Ga ik eventjes zeggen, ik ga de padding-functie uitschakelen, dan kan ik die gemakkelijker kleiner maken. Alright, die zet ik hier. En dat is mijn Tropical Thunder. Goed, die staat hier al klaar. Ik wil hier straks ook een gigantische donut op mijn artboard zetten. Ik ga daarvoor gewoon al een rechthoekig vlak gaan plaatsen. Dat als placeholder zal dienen. Ik ga dat geen border geven. Ik ga die fill even lichtgrijs maken. Geen zorgen als ik daar straks een afbeelding in drop. Niet zo, Michael. Ik ga dat vanuit de Finder doen. Als ik daar een afbeelding in drop, een PNG met transparante achtergrond, die grijze fill verdwijnt en de afbeelding komt gewoon in de plaats. Goed. Die mag wel achteraan liggen, dus ik ga hier rechtermuis klikken. Ik ga zeggen Send to Back en daar is dit element. Ook eentje dat ik nog wil tonen is materiaal van buitenaf binnenbrengen. We hebben hier een importfunctie. Via import kunnen wij andere elementen gaan zoeken. En ik ga hier eventjes kijken. In Boost 22, Brand Assets, heb ik hier een Illustrator-logo staan dat we misschien nog herkennen van daar straks. Goed, dat Illustrator-logo, check this out. Ik ga dat importeren. Dat wordt hier geplaatst. Dat duurt eventjes. Nu, waarom duurt dat eventjes? Omdat XD niet gewoon een beeldje aan het plaatsen is. Maar kijk, als ik hierop begin door te klikken, dan krijgen wij gewoon een fully editable vectorbestand binnen. Dus met al die vormgeving dat dat had in de originele Illustrator-file, is dat nu in XD gekomen en ik kan dat compleet gaan bewerken op de manier dat ik het wil. Wil ik dat hier nog een beetje schuiner zetten? Geen enkel probleem. Dat gaat gewoon. Alright, dit geheel ga ik nu een keer selecteren. Ik ga van dat logo ook snelle component maken. Mooi meegenomen dat ik dat hier heb. Logo Donut. Ja, dat heeft al direct een goede naam. En eigenlijk dit ding heb ik nu niet meer nodig. Artboard ga ik ook wegdoen. Uitzoomen. Ja, die plaatst dat zomaar ergens waar dat hij er zin in heeft, precies. En ik ga dus een nieuwe instance van het logo uitslepen. Ik ga dat een beetje groter maken. Ah, dat is altijd een ambetant. Scale. Daar ben ik nog altijd niet helemaal mee vertrouwd. Die doet soms raar, zie je, in XD. Maar dat is daar nu eenmaal eigen aan. Ik denk als ik het ga groeperen, dat dat beter gaat gaan. Nee, dat gaat niet beter. Nee, het is ook geen command of zo. Het is echt vreemd. Sorry, ik ga nog een keer herbeginnen van mijn geplaatst. Dus import is commando I, als ik me niet vergis. Nee, commando shift I. Bulens toch. Alright, ik ga beginnen van dit. Ik ga alles hier selecteren. Ik ga het groeperen. En ah, dit is het. Ik moest gewoon responsive resize uitzetten aan de rechterkant. Goed. En nu gaat hij gewoon gaan scalen, uiteraard. Ik ga het ook direct in context doen deze keer. Dus ik ga uitzoomen. Ik ga dat op een 1080-1080 zetten hier. Voilà, zodat dat direct in de juiste grootte is. Nu, ik weet het, marketeers daar buiten. En daar staat standaard waarschijnlijk wel ergens uw avatar bij. Maar ik wil toch graag mijn logo hier overal op hebben. Nu, van dit element ga ik opnieuw component maken. Hop, hier ga ik nu wel de naam aangeven. Dubbelklik. Logo. Check. Goed, zit erin. Mijn tekst staat er. Mijn beeld is er. Ik ga direct een keer een coole functie laten zien.
Ik wil van mijn donuts eigenlijk een hele reeks van visuals gaan maken. Dus ik ga deze drie elementen, dat grijs kader, logo en tekst, samen gaan selecteren. En ik ga dat veranderen in een repeat grid. Repeat grid laat mij toe om daar meerdere kopieën van te gaan genereren. Ik heb hier ook nog wat tussenafstand nodig. En eigenlijk hier moet ik gaan afstemmen op de tussenafstand van mijn artboards. Ik niet vergis dat ik daar 200 netjes ingesteld. Life's hard for a designer. Ik ga dat hier maar 200 zien te slepen. Should work. Moeilijk. Yes. Got it. Alright, en dan nog hier eventjes doortrekken. Hop, zodat dat ook op die andere artboard staat. Nu, een repeat grid, daar kun je leuke dingen mee gaan doen. Eerst en vooral ga ik het volgende tonen. Oei, ik heb de indruk dat de grijze ka. Ah, ze zijn wel meegekomen. Sorry. Goed, in die repeat grid, ik ga mijn finder erbij halen. Ik heb mijn product shots. Ik ga de eerste vier donuts selecteren. En ik drop die gewoon op dat eerste frame. Oh, weg jij. En die vult onmiddellijk, ik ga hem even erbuiten zetten om het te tonen. En hij vult onmiddellijk die vier donuts daarin. Dat is niet alles. Ik ga terug naar de Finder. Ik heb hier ook copies staan. Dat zijn de product names. Dat is gewoon een TXT-bestandje met daarin de namen van de donuts. En ik drop dit op het eerste tekstelement. En die gaat dat ook invullen. Sorry, voor de andere. Nu, hier zat die autosize niet meer op, dus dat ga ik dan wel nog een beetje manueel moeten gaan bijtrekken. Maar ik heb hier eigenlijk al super snel dat kunnen genereren, die vier, die invulling kunnen geven. En nu ga ik die grid ungroupen. Voilà, en nu worden dat allemaal losse bewerkbare elementen die niets met elkaar meer te maken hebben. Nice and easy zou ik zeggen. Goed. Ik hoop dat dat een beetje duidelijk was voor de mensen thuis. Nu, where do we go from here? Een keer dat je aan de linkerkant je components en dergelijke hebt ingevuld, is het natuurlijk simpel om die dingen te gaan hergebruiken. Je kunt je logo hier een keer gaan zetten. Ik ga dat in de linkerbovenhoek positioneren. Deze vind ik ook een supercoole. Ik ga dat kopiëren gewoon, Commando-C. Hop. Ik selecteer de andere artboard samen. Ik doe Commando V. En die gaat dat gewoon leutig op dezelfde coördinaten op elk artboard gaan plakken. Uiteraard die size, daar moet ik nog iets aan gaan doen. Ik ga ze ook nog een beetje herpositioneren. Dit is een Facebook coverfoto. Dus ik ga die hier wat kleiner maken, dit logo. En hop, hier gaan zetten. En dit is voor een Facebook post. Die ga ik ook een pak kleiner gaan maken. En die ga ik hier onderaan gaan posten. Voilà. Goed, ik wil daar graag wat donuts bij hebben. Ik ga die nu gewoon hier uit mijn assetspaneel gaan halen. Ik ga een mooie selectie van kleurtjes nemen. De Tropical Thunder Snowstorm. Er mag ook een Pink Madness tussen. En ik heb al een gele, ik heb al een blauwe. Laten we de nutcase er ook nog bij halen. Nu, ik ga deze vier elementen hierin slepen. Voilà. Die worden alle vier geplaatst. Ik kan die alle vier. Die werden alle vier geplaatst. Ja, die kan soms wat raar doen als ze een artboard raken. Ik ga het eventjes zo doen. Nu. Nog zo een van die dingen dat wel grappig is aan XD. Ik heb hier nu vier afbeeldingen op rij geselecteerd. Stel dat ik die aan de bounding box ga vastgrijpen en groter en kleiner maken, of wil maken. Nu, dat is wat dat je verwacht, tenminste. Ik zal het zo zeggen. Maar in XD is de standaard eigenlijk om objecten verder uiteen te gaan trekken of dichter bij elkaar te gaan plaatsen. Ik zie hier ook een raar soort arrangement. Ik ga even zeggen, send to back. Deze ga ik ook send to back gaan doen. En zo ben ik gelukkig met mijn stapeling van donuts hier. Dus dat laat mij hier toe. Ik kan dat hier ook nog gaan verhogen en verlagen. Ik ga die gewoon hier eventjes
op dit artboard gaan zetten. En misschien wil ik voor deze visual zo wat dichter bij elkaar. Ik ga die wat kleiner gaan maken. Vraag me niet waarom dat er eentje scaled en de andere niet. Goed. Er is ook iemand die vraagt: als ik die crit uittrek, dan zie ik ze niet meer. Omdat ze buiten het artboard vallen. Dus je kunt dan beter even je grid buiten het artboard zetten. Ik kan dat gerust wel snel nog een keer tonen, hè. Dus stel dat ik hier eventjes op dit artboard een grid opstart. Ik kan zeggen repeat grid en ik sleep dat nu open. Zie je, alles wat buiten het artboard valt is onzichtbaar, maar sleur je dat van je artboard af, dan krijg je ze wel weer allemaal te zien. Het is, als je dat wil verdelen over die vier artboards, dat is waarschijnlijk dan uw vrees. Dan moet je gewoon, ene keer alles gegenereerd is, zeggen ungroup grid en dan gaan ze wel allemaal verschijnen ook terug. Goed, ik ga mijn vier donuts hier nog een keer proberen scalen. Sommige dingen lijken soms moeilijker dan dat je zou voorstellen, maar hij wil nog altijd niet. Why are you not scaling? Twee gaan er mee en twee niet. Het baart mij zorgen. Wel, weet je wat? Ik ga gewoon via de size hier werken, hier bovenaan. En ik ga die keihard 460 op 460 maken en dan scalen ze wel. Dat is ook al iets uniek. Die transform-eigenschappen dat je hier ziet, zijn eigenlijk voor alle individuele elementen die je toch samen geselecteerd hebt. Nu, ik ga die hier zetten. Ik ga die wat gaan roteren. Dan zou ik die graag weer wat verder uiteentrekken. Ik zal dat precies beter eerst doen. Dus ik ga ze wat verder uiteentrekken. Hop, en diagonaal gaan zetten. Alright. Diezelfde wil ik ook hier op mijn social story gaan zetten. Ik ga het logo hieronder aanhangen. Ik ga deze terug gaan selecteren. En reset die bounding box ook elke keer automatisch. Nu, deze kan ik wel. Kan ik mijn rotatie nog ongedaan maken achteraf? Uiteraard, zie je. Die rotatie wordt hier ook gewoon opgeslaan aan deze kant. Dus ik kan hier gaan zeggen, oké, zet die op 0 als je dat wilt. Ik ga ze dan even zo gaan uitlijnen en dan gewoon zo wat opentrekken. Hier mogen ze wat groter zijn, dus ik ga zeggen 800. Hop. En dat doet hier niets. 800, zeg ik u. Tap. Soms doet hij niet wat ik wil. Come on. Hij wil het niet. Ik ga ze lokken. Misschien is dat het probleem. Ah, oké. Okay. De lok stond niet aan. Ik sleep dit nog een beetje beter open. Come on. XD wil het niet mee deze keer. Verder een heel goede applicatie hoor, mensen. Maar als er iets fout kan gaan, dan gaat er wel iets fout natuurlijk. Goed, ik ga deze assets hier zetten. Ik ga deze vier donuts hier nog een keer nemen. Nee, niet al logo, vriend. Dat heb ik niet nodig. Dus die zet ik hier en ik ga die terug naar 0 roteren. Voilà, deze wil ik ook wat kleiner hebben. Ik ga die even groeperen. Soms scalen die dan gemakkelijker. Responsive resize uit. Michael is aan het sukkelen. Is mij ook niet vreemd. Ik ga ze dan wat verkleinen en wat bijeen gaan duwen. De schikking moet dan nog eens aangepast worden. Zwat. Ik zet ze op dit artboard. En dan ga ik die ook nog een keer hier zetten voor mijn social post. Nog wat opentrekken. Hop. Een beetje groter maken voor deze. Misschien een keer proberen op 500. Lokken die handel. Hop. Alright. Daar zijn mijn donuts. Misschien de stapelvolgorde send to back vallen en die liggen weer goed. Laatste stapken. Ik heb hier natuurlijk
mijn visuals van nodig om te kunnen gaan publiceren online. Dus ik ga deze artboards een keer samen gaan selecteren. En dan ga ik bovenaan naar File, Export. En dat is commando E voor uw selected artboards te gaan exporteren. Ik ga hier zeggen selected. We hebben hier onderaan de keuze PNG, SVG, PDF of JPEG. Ik ga gewoon clean JPEG's nemen. Dan zijn die het lichtste. De kwaliteit mag uiteraard op 100. Ik kan ook nog kiezen voor een export size. Ik kan dat bijvoorbeeld laten verdubbelen. Ik kan dat ook laten halveren. Hangt er een beetje af voor de designers onder ons. Werkt je op retina size? Voor een square bijvoorbeeld 2160 in de plaats van 1080 op 1080. Dan kun je hier nog altijd zeggen, oké, exporteer dat aan de helft van die size. En ik ga dat gewoon op mijn desktop zetten. Social assets. Ik ga hier een nieuwe maken, Social Assets, V2, Def, 3, Correctie, 5. Voilà. Create. En dan exporteer ik daarin. En the proof is in the pudding. Voilà, hier staan mijn images die ik nu kan gaan publiceren op sociale media. Zo, ik hoop dat jullie hiermee een crash course in XD hebben kunnen geven. Dat je toch wat van de voordelen van XD hebt gezien. Ja, eentje die ik nog niet had meegegeven was het delen natuurlijk, wat dan niet onbelangrijk is. Dus, maar we hebben dat al gezien, gelijkaardig aan Photoshop en Illustrator daar straks. We vinden hier bovenaan rechts een mogelijkheid om mensen te gaan uitnodigen in een file. En ik ga nu eventjes mijn collega Sean erbij gaan halen. Voilà. Check out my donuts. Voilà. En nu is Sean uitgenodigd in deze file. En kan die eigenlijk ook gaan editeren als die wilt. Nu in de share-functie hier bovenaan kunnen we eigenlijk openbaar gaan delen. We kunnen hier een link creëren, zoals we dat zagen bij Photoshop en Illustrator. En we kunnen zelfs gaan zeggen om een design review op te starten, om een presentatie te maken voor mensen aan wie dat we dat doorsturen. En user testing en development is eerder voor UX, UI doeleinden. Maar een design review, kan ik zeggen, create link. Ik krijg een URL daarvan, die kan ik naar Jan en Alleman gaan mailen. En dan kunnen zij netjes comment en markup gaan doen in de file, in de browser. Ik ga die eventjes rustig laten doen. Goed, en die gaat dat wel genereren. Hop, voilà. Creating public link. Ja, die moet natuurlijk alles uploaden nu naar de interwebs. Voilà, en nu heb ik hier mijn URL. Nu, die is accessible to anyone with a link. Voilà, maar deze URL, als ik die ga klikken, gaat dat in mijn browser open. En de mensen daar, die krijgen mijn hele document te zien. Hop. En ze kunnen zo netjes doorheen al die artboards gaan browsen. En dan aan de rechterbovenzijde kunnen ze hier, net als daar straks bij Photoshop, opmerkingen gaan maken. What happened here? Hop. Submit. Ik geef al commentaar op mijn eigen werk. Goed, that's it for me. Ik weet niet of er vragen zijn binnengekomen. Tijdens de sessie wel een paar, maar de meeste zijn beantwoord. Eentje dat ik denk dat niet beantwoord is, is er eigenlijk een optie om de basis van een vorm witte fill and gray border te vervangen? Nee, Tinneke. Dat is een van de eerste dingen dat ik zelf ook wou onmiddellijk gaan aanpassen. Vooral die gray border kan mij enorm irriteren dat elk object dat meekrijgt, maar voor zover dat ik weet, is daar geen mogelijkheid toe om een default in te stellen op dat gebied. Ja, helaas. Ja. Ja, je kan in XD ook animeren. Ja, dat klopt. Maar dat animeren is natuurlijk meer
eigenlijk in het licht van, hoe moet ik dat zeggen, van prototyping naar websites. Doe maar even screenshare, want ik kan dat wel een keer snel laten zien. Als de mensen dat willen. Nu, hoe werkt dat, die animatie? Ik ga het met dit bordje hier doen. Dus ik ga dit artboard dupliceren. Wow, ik heb ze allemaal gedupliceerd omwille van de selectie. Ik ga enkel dit alt verslepen. Oh, Super easy. scherm vervangen. Oké. Ja. Ja, oké. Dus ik heb een artboard alt gesleept. Dat is niet onbelangrijk voor de animatie. Ik zet dit logo hier. Ik zet dit logo hier. Deze kan ik zo een beetje uiteen gaan trekken. En hier zal ik het omgekeerde doen. Dan zet ik deze hier boven en deze onder. Nu, dat zijn geen animaties, mensen, om eigenlijk in een video te gaan stoppen of om een video van te exporteren. Dat is eerder voor prototyping-doeleinden dus. En ik ga dat nu een keer in preview gaan tonen. Oh, nog vergeten, ik moet een link hebben. Dus ik ga dit artboard in prototyping-mode gewoon linken aan dit artboard. Goed, nu ga ik die afspelen. En check this out, als ik hier gewoon klik. Hop. Dan werkt dat niet. Dat is omdat ik een heel artboard heb gedupliceerd. Goed. Yep. Ik ga dat eventjes snel moeten fixen, maar dat is maar een kleintje. Dus ik ga die elementen van hier kopiëren. Ik ga ze hier plakken. Voilà. En nu weet hij wat welk object was. Dus je ziet al direct, dat is hier geen een After Effects, hè, mensen of zo. Dat is voor binnen een half uurtje, After Effects. Goed, nu zou die wel moeten werken. Ik ga mijn logo ook nog naar een andere kant laten zweven. Goed, en ik kan nog zien in prototyping mode, het ligt ook hier aan, dat is de auto-animate functie. Dat was ik daarnet vergeten, Nancy. Auto-animate. Ik zet die op play. Als ik nu klik van het ene naar het andere artboardje, dan gaat hij dat gaan animeren. Dus maar dat is puur voor prototyping-doeleinden. Nu, je zou wel, als je wilt, en ik ben daarmee aan het experimenteren, de preview hier, die kan opgenomen worden als een video. Maar dat is eigenlijk voor dus je prototype uit te leggen aan een klant, of daar ja, een woordje uitleg gewoon bij te geven. Maar in principe zie ik daar niet echt graten in om hier een record te doen van mijn ding en gewoon te gaan klikken. En dan heb jij je animatie eigenlijk. Zo kun je over verschillende artboards gaan werken. Die wil dat ergens opslaan. Ik ga dat nu cancelen. Dat is niet nodig. Dus dat kan in principe. Goed, ik ga nog eventjes kijken. Lin zegt: dit programma lijkt me gelijkaardig aan Illustrator. Yes, dat klopt, Lin. Het is ook een vector-based applicatie. Ze is gebouwd voor snelheid. Dus omdat ook webdesignprojecten, dat kan honderden artboards hebben. Als we denken aan een sign-up flow van een website bijvoorbeeld, dat alleen zijn gemakkelijk 8, 9 of 10 schermen dat je moet gaan tekenen. Dus webdesignprojecten die kunnen heel snel heel groot worden. En XD is built for speed. Er is ook elke maand een update van XD. En daarbij gaan ze zelden of nooit functies introduceren die de stabiliteit en snelheid van XD in het gedrang brengen. Dat is het belangrijkste. Dat is een van de belangrijkste punten voor XD, dat altijd snel en stabiel is en dus een betrouwbare applicatie. Okay. Dan is het mogelijk Ja. om document assets over verschillende documenten heen te gebruiken. Yes, dat is inderdaad mogelijk. Enerzijds kunnen uw document assets koppelen tussen verschillende XD-files. Of nu hebben ze hier wel een andere knop ingestoken, want ze zijn dat ook aan het pushen naar CC-libraries. Dus vroeger was het hier interlinken eigenlijk tussen verschillende XD-files. Maar nu kunt je, ene keer dat uw assetspaneel opgevuld is, dat publiceren als een CC-library. En een CC-library, die kunt je natuurlijk gaan delen met een heel team van mensen die daar gebruik van moeten maken. Dus ik vraag me nu af of dat het delen van assets lokaal tussen XD-files wel nog werkt zelfs. Ik ga eventjes een nieuw documentje daarvoor aanmaken. Kan ik er kijken of die functie hier nog in zit, snel linksboven.
Pop, pop. Search document as. Wat een ongelukkige afkorting. Oké. Nee, kijk, ze hebben het helemaal verschoven naar CC libraries. Sorry, mensen. Goed, zijn er nog vragen? Ja, nee, dat Ja. is het tot nu toe. Oké, just in de Alles. Pathfinder tool, rechtsboven, boven de Component and Transform options in het Ah, Properties die was, paneel. ja, dat was Ja, ah, die was ja, beantwoord. het is allemaal beantwoord eigenlijk. Mocht je switchen naar al enkele openstaande vragen, dan zou het moeten leeg zijn. Als iemand Oké. denkt dat er iets niet beantwoord is, mag hij het raad nog eens opnieuw posten. Dan kan altijd er iets tussen geglipt is. Alright. Maar dat is goed. Goed. Prima. Dat is al de tijd die ik heb voor vandaag. Ik hoop dat het interessant was voor wie honger heeft naar meer. Uiteraard altijd welkom in onze XD-trainingen, ook als ook de andere trainingen die wij geven, uiteraard. We zullen donuts voorzien. Wie weet, voor onze opleiding in XD. En zoals daar straks reeds aangegeven, hier onderaan, ja, daar, kunt je naar onze website surfen om al onze opleidingen te bekijken. Ga een keer naar ons YouTube-kanaal kijken. Morgen verschijnen daar al de sessies online. Like en subscribe. Bezoek ons op LinkedIn, ontdek het letterkabinet. Mooie video van onze zaakvoerder Danny over dit prachtige letterkabinet hier. En om verwarring te vermijden, de volgende sessie gaat door in een andere room, maar je kunt hier onderaan naar Next Session gaan en ik kan zelfs mijn excuses daarvoor, die link lanceren op al jullie computers nu. Voor de mensen die de volgende sessie willen volgen. Knap. Alright. Goed. Dank u wel voor het kijken en wie weet tot.